Now Give Me Your Eyes van Brandon Heath. Het is wel leuk hoe dit nummer tot stand is gekomen. De inspiratie kwam toen ze Chinees aan het eten waren. En toen dachten ze erover na, hoe zou het nou zijn als wij met Gods ogen keken naar de mensen om ons heen. En zo is het tot stand gekomen. En dat zag je net ook natuurlijk heel goed in de videoclip. Ik ben heel erg blij vandaag, want er is een hele toffe vriendin hier bij me. Hey, Sher. Hey, wat? Hoe is het, meid? Vraag je. Je bent nu ruim een jaar getrouwd? Ja, ja. En hoe gaat dat eigenlijk? Hoe is het om getrouwd te zijn? Trouwens, je man is er. Gilbert, waar ben je? Kom mee. Want ik kan het wel aan jou vragen. Ik kan het wel aan jou vragen, maar ik vraag natuurlijk ook aan Gilbert, want dat is de man. En dan kunnen we checken of het klopt. Maar, hoe is het om getrouwd te zijn? Nou, ik vind het heerlijk. Ja? Wat is nou het moeilijkst aan jullie huwelijk? En eerlijk. Oh, het moeilijkste aan ons huwelijk? Wat een moeilijke vraag. Ja, die stel ik. Je kent hem. Ja, ik ken je wel, ja. Tja, wat is het moeilijkst? Geduld? Of als je soms te veel praat, heb je dan zoiets... Zit ergens in de richting zit je wel. Het is soms wel, zeg maar, moeilijk. Kijk, je denkt zelf heel anders. Mm-hmm. En ik heb ook gehoord dat ergens vrouwen en mannen heel erg verschillend zijn. Ze zeggen wel, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Hè? Soms is dat echt... Nou ja, soms is het best lastig om... Ik denk heel anders dan Gilbert. En dan kun je elkaar nog wel eens eventjes... Ja, dat je elkaar niet vindt op een punt, zeg maar. Okay. En dat is dan vergt, dan is het wel belangrijk om te praten en eerlijk te zijn. Ik ben bijvoorbeeld, als we eventjes een irritatiemomentje hebben, dan zeg ik al heel graag van, ja, laat maar. Mm-hmm. En dan is hij zo van, nee, niks, laat maar, we gaan erover praten ook. Okay. Dus ja, ik denk dat dat wel gewoon het meest moeilijke of het meest uitdagend is of zo. Oké. Okay. Is dat ook voor jou het moeilijkst? Of heb jij een ander punt? Dat je, ik wil niet iets te veel inbrengen of zo, dus... Hou hem redelijk, hè? Nee, ik denk dat ze het wel daarmee echt heel goed heeft gezegd. Het is gewoon twee verschillende mensen die op twee verschillende manieren communiceren. Mm-hmm. Twee verschillende levens die opeens bij elkaar komen. Mm-hmm. En opeens word je wakker naast dezelfde persoon. Ja. En je praat gewoon veel met elkaar. En ja, dat is denk ik gewoon aan de ene kant de grootste uitdaging. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook weer het allermooiste van het samen zijn. Ja. Oké. Okay. Ik ga een vraag aan je stellen die denk ik ook alle kijkers willen weten. Waarom heb je nou eigenlijk aan Popstars meegedaan? Want iedereen vraagt het zich af. Oké, nou wat leuk. Nou, ik heb aan Popstars meegedaan. Ik werd allereerst gevraagd door SBS zelf. Van wil je meedoen als mystery guest? En ik dacht eerst van, wil ik dat wel weer nog een keer, weet je wel? Ja. Voor de jury en alles. En weer met de stemmen en toestanden en weet je wel, competitie hebben. En toen dacht ik van, dat hele mystery ding leek me wel interessant. Kijken of mensen me nog zouden herkennen, zeg maar. Mijn stem zouden herkennen zonder mijn gezicht te zien. En toen ik er eenmaal in zat, toen vond ik het ook weer heel erg leuk. Want ik hou wel van met tv werken en met mensen samen een show neerzetten. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het heeft gewoon iets, dat die camera en werken met de mensen thuis. Dat is gewoon heel erg leuk. Dus ja, dat voelde ik weer, dat proefde ik weer. Dat wat ik in 2007 met X-Factor mocht meemaken, dat proefde ik weer. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk wel zo lang mogelijk blijven. Ik hoop dat de kijker dat ook wil. Okay. En de kijker wilde dat, want ik mocht dat toch nog als derde eindigen. Dus dat was, was te gek. Hey, je hebt plannen nu op het moment voor een EP of singles, maar dan wel anders dan dat de mensen gewend zijn. Zeker. Want je gaat iets Nederlandstalig doen. Ja, ik ga Nederlandstalig. Kan je daar wat meer over vertellen? Want ik vond het apart toen ik het hoorde. Echt waar, waarom? Omdat als ik jou Engels hoor zingen, ik denk bij jou aan Whitney Houston, zo'n bereik en dan Nederlands. Komt het door Marco dat je daar nog... Nee, maar het heeft wel zeg maar mij extra bevestigd in de keuze die ik al had gemaakt. Okay. Want de afgelopen jaren had ik optredens en ik deed altijd Engelstalig. Wat je zegt, the I Will Always Love You zong ik enzovoort. Inderdaad, een repertoire wat men wel bij me verwacht en wat men ook wel mooi vindt. Alleen zong ik altijd één nummer dat Nederlandstalig was. En dat was Als het leven soms pijn doet van René en Elisa Krijgsman. Ja, prachtig. En dat nummer raakte altijd mensen. En mensen hadden het altijd over dat nummer na afloop. En toen dacht ik van,
waarom zou ik ook niet iets Nederlandstalig gaan opnemen? Waarom zou ik dat niet doen? Nou, toen begon het al. En, nou ja, en toen ging ik aan Popstars meedoen. En toen mocht ik in de kwartfinale mocht ik toen Margarita zingen van Marco Bossato. Geweldig. En toen waren mensen daar helemaal lyrisch over. En Marco ook. En toen dacht ik van, nou, ik moet zeker gaan doen, ja. Nu is het moment. En vandaag ga je ook een Nederlandstalig nummer doen. Ja. Samen met Michael Rothuizen, onze huisgitarist. Leun op mij. Ja, van Richard Kot. Prachtig. Ja. Ik heb jullie net al horen soundchecken. Geniet. Dit is Sharon Kips en Michael Rothuizen met Leun op mij. Het lijkt alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug. Als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken, leun op mij.